Eens zal die schat in de Peel gevonden worden. En die man zal rijk zijn. Ja, de Peel heeft zich altijd geleend voor verhalen over dwaallichten, geesten, spoken en roofridders. Epaludo Imergo betekent letterlijk uit het veen herrezen en verwijst naar de persoon die daar dan verdronken zou zijn. Op die plek kun je niet verdrinken, want het was daar te ondiep voor. Maar ik denk dat dit is een oudgediende soldaat en die offert dan de goden deze waardevolle voorwerpen van zijn militaire dienst. Het was heel gebruikelijk dat dit soort helmen, zwaarden, speren, pijl en boog geofferd werden in waterachtige gebieden. En kan dat ook niet zijn dat hij gewoon in gevecht was? Maar ging dat gevecht dan om? Godsdienstmoord. Waarschijnlijk godsdienstmoord. Religie. En die hebben dat legertje in de pan gehakt. Dat is voorspeld geworden.